De financiële educatie van een groot deel van de Surinaamse samenleving is aan de lage kant. Dat bleek uit een onderzoek gedaan door de Centrale Bank van Suriname het afgelopen jaar. Daarom organiseert de Centrale Bank van Suriname een tweedaagse financiële educatie minibeurs. Nancy Hernanden, lid van het organisatieteam van de beurs, geeft aan waarom het voor de bank belangrijk is dat de samenleving meer financiële educatie in de vorm van informatie krijgt tijdens de minibeurs. Kijk, financiële geletterdheid is ruim. Je hebt niet alleen maar dat je goed weet om te gaan met je geld, maar bijvoorbeeld ook de kennis dat je bezit over het gebruik van financiële producten en diensten. Dat wordt ook onder financiële geletterdheid verstaan. Dus het is eigenlijk allesomvattend, is financiële geletterdheid. Dus u bedoelt like mobile banking, internet banking, dat bedoelt u met andere financiële diensten? Ja. Is ook bijvoorbeeld het gebruik van internetbanking. Het gebruik van hoe moet ik internetbanking op mijn telefoon bijvoorbeeld gebruiken, dus de mobile. Maar ook bijvoorbeeld hoe ziet het eruit op je laptop of je computer. Dan is dat weer anders. Maar je merkt dat die financiële geletterdheid daarvan niet zo groot is. En het is dan de taak van ons, natuurlijk samen met de deelnemende instellingen, om onder andere dit aan de samenleving door te geven. De Centrale Bank van Suriname probeert volgens Hernanden iedereen erbij te betrekken die financiële educatie kan delen met de samenleving. Vandaar dat er niet alleen financiële instellingen aanwezig zullen zijn op de minibeurs. Dat iedereen vanuit zijn of haar perspectief, elke organisatie heeft zijn doel. Net als Mang Meet Mang bekijkt het vanuit de optiek vanuit de mannen. Mannen gaan ook wel weer anders om met geld dan vrouwen. Dus het is ook handig om specifiek op die doelgroep in te spelen, om je informatie, je educatie te richten aan die doelgroep. Ik had al eerder gesproken over die nulmeting. Bij die nulmeting zijn er een aantal focusgebieden. Zijn er eigenlijk in dat onderzoek meegenomen. Waaronder gender een van de focusgebieden is. Wat het is dat je soms ziet dat in andere landen, het wordt niet alleen in Suriname gedaan hoor. Die nulmeting is niet alleen in Suriname gedaan. Internationaal wordt het gedaan. En als je bijvoorbeeld cijfers vergelijkt, je ziet ook wel dat mannen gaan anders om met geld dan vrouwen. Het thema is financiële educatie, de motor achter financiële inclusie. De minibeurs wordt morgen op het terrein van Unasat gehouden aan de Hindilaan 1B.